We gaan het hebben over een game die op dit moment best wel een hype is, met name op Twitch. Veel streamers spelen het, omdat het ook gewoon een hele leuke game is om te streamen. Het is een game die ook niet een enorm PR-mechanisme achter zich heeft, met fucking veel reclames en abris en weet ik wat. Het is gewoon een game die ontstaan is, opgepikt is en opeens populair is. We hebben het over Sons of the Forest, de opvolger van The Forest. En die kwam in 2014 uit. En Jelle, jij mag eens even uitleggen aan mij en de kijkers thuis natuurlijk. Wat is dit nou voor een game? Het is ten eerste gewoon een survival game. Survival, dat vind je leuk. Dat vind ik leuk. Ja? Wat erop neerkomt dat je zo lang mogelijk in leven moet blijven. Voor eten moet zorgen, voor drinken moet zorgen en voor onderdak moet zorgen. Mm-hmm. AKA warmte. En dat doe je op een eiland waar je neerstort. In dit geval met een groepje Spec Ops soldiers, waar je er eentje van bent. En je ziet hier jouw metgezel. Die is doof, hè? Kelvin. Die inderdaad, is een beetje doof. Nou ja, dat komt door het neerstorten. Oh, okay. Is er iets met zijn oren gebeurd. En die metgezel, en er zijn meerdere Niet alleen met zijn oren, trouwens. Hij kijkt ook uit zijn dop alsof die... Ja, hij heeft gewoon echt een goede klap van de molen gehad, als het ware. Ja. Ben je dus op een eiland waar je neerstort en moet je eigenlijk dus punt 1 survive en punt 2... Ja, je bent er al heen gestuurd om 3 vermiste mensen te zoeken. Mm-hmm. En voor de rest ontdek je dat er dus kannibalen zijn. Dat er ondergrondse complexen zijn die wel modern zijn in plaats van dus dit soort houtje-touwtje houten staf. En gebeurt er een stuk meer dan in The Forest, wat alweer 10 jaar geleden was. Ik dacht echt dat dat een game uit 2018, 19 was. Ja, dat gevoel had ik ook. 2014. Wow. Ja, dat was dan ook waarschijnlijk Early Access, maar dat is side note 2, of eigenlijk first note. Dit is een Early Access beeld die nu uit is. Jasper, hoe zou je de gameplay omschrijven? Want heel veel mensen streamen het massaal. Is dit iets dat je elke keer weer die wereld ingaat en een stukje speelt eruit? Of speel je echt een verhaal? Of is het random generated? Or? Nee, het is een. Je kan het met 8 mensen co-op spelen. Je kan het ook singleplayer spelen. Het is een grote map heb je waarop je dus kan overleven of zal moeten overleven. Je hebt verschillende moeilijkheidsgraden. Je hebt de moeilijkste moeilijkheidsgraad, heb je ook een soort permadeath. Ik heb daar zelf voor gekozen om wat milder te zijn. Ik heb hem op normal gezet. Mm-hmm. Dan kan je in principe dus zo vaak doodgaan als je wil zonder al te ernstige consequenties. Dan word je wakker in het kannibalenkamp. Ja. Zag tussen normal, of hard eigenlijk, en normal, zag ik peaceful staan. Dus ik dacht van ja, dat is gewoon hun vreemde manier om te zeggen dat er nog iets tussen normal en hard zit. Ja. Was niet zo. Het is heel raar, hij stond in het midden. Okay. Ja, en normal, dus ik dacht dat normal is dan easy. En peaceful, ik was, weet ik veel, misschien had ik een katertje, misschien I'm just dumb as a fucking donkey. Dat staat dus voor het feit dat er geen fucking kannibalen in die game zitten. Dus maar dan wordt het bijna jouw ideale game, namelijk door de bossen lopen en proberen te overleven. Ja, nou ja, dat was het. Dat was het inderdaad ook. Maar ik miste het dus, want ik heb dus The Forest gespeeld en daar was het is een leuke survival game, maar het is vooral heel goed door het sfeertje. En dat miste dus heel erg, dat enge, dat die kannibalen om de hoek konden staan. Dat miste heel erg bij mij. Dus ik op een gegeven moment jou nog geappt van ja, ik heb die game al tegen uren gespeeld en ik ben geen fucking kannibaal tegenkomen. Dus mijn game is bugged. En Jelle heeft een soort van Veluwe wandelsimulator gespeeld. Totdat die bij mij in de game kwam. En dat was gewoon Veluwe kannibaal wandelsimulator. Ja, ik heb gewoon geëxploreerd. En inderdaad het verhaal of de set pieces die op dat eiland zijn een beetje gecheckt. En voor de rest, er zijn wel lugubere dingen. Ja. Maar dat was een hele stomme... Maar goed, om op je vraag terug te komen. Ja, gameplay. Kijk, je hebt in principe... je ziet onderin het beeld heb je een slaapicoon, je hebt een voedselicoon, je hebt een watericoon en die 3 dingen bij elkaar die maken dat strength icoon wat je daarnaast ziet met dat rode streepje. Mm-hmm. Dat is eigenlijk je overall strength. Hoeveel conditie heb je, hoe sterk ben je? Je moet zorgen dat je je nachtrust pakt, je moet zorgen dat je eten hebt en water hebt. Nou ja, je hebt dus ook om je nachtrust te pakken moet je dus wel een hutje hebben waar je niet constant in elkaar getrapt wordt. Dus je kan een huisje bouwen, je kan een boomhut bouwen. Je hebt die NPC dus, Kelvin, dat is wel echt een toevoeging. Die kan je ook resources laten verzamelen. Hij kan vissen, dat ziet er echt fantastisch uit trouwens. Hij staat echt als een soort idioot in het water staan, dan grijpt hij een vis eruit. Mm-hmm. Je kan hem boomstammen laten halen, je kan hem ook dingen laten bouwen.
Dus dat is eigenlijk een beetje de core gameplay. Is zorg dat je een basis hebt, zorg dat je goed eet. Op normal maakt het wel wat minder uit, moet ik zeggen. Ik was al door half dood. Ja, en dan onder die survival mechanics zit ook nog een verhaal. En dat verhaal, dat heeft redelijk wat mooie wendingen, zeg maar. Dat verrast wel. Ja, dat vertelt zich natuurlijk op een hele abstractige manier. Je vindt gewoon dingen in de wereld waarvan je zelf dan denkt van, dit is er gebeurd. Dus het is wel interpretabel. Het gaat ook heel organisch. En in het begin had ik helemaal geen flauw idee wat ik moest doen. De game zegt ook niet zo heel veel. En dat is ook wel mooi gedaan. Je hebt bijvoorbeeld een inventory systeem. Dat is eigenlijk een soort tas die je gewoon uitklapt. En daar kan je gewoon al je spullen kan je daarin leggen. In het midden zit een soort scherm, daar kan je dingen in combineren. Mm-hmm. Dus om pijlen te maken leg je gewoon een paar takjes neer, een paar steentjes. Met je Resident Evil 8. Dan stomp je een vogel uit de lucht, dan heb je veertjes. Ja, dat is een idee, dan maak je daar pijlen van. En dat is een beetje het ding. Je hebt een crafting mechanic, een base building mechanic. En ik denk qua gameplay, je kan het natuurlijk vergelijken met The Forest. Dat is de dooddoener. Maar ik moest ook wel denken aan de game Grounded van Obsidian. Daar heeft het ook wel wat van weg. Het heeft heel veel weg van Minecraft. Ja, ook wel de Minecraft vibe. En je hebt ook seizoenen in de game. Dat is wel leuk. Het begint dus in de zomer. En het wordt op de duur winter. En dat verandert ook weer wat je kan harvesten bijvoorbeeld. Dan zal het moeilijker worden om aan bepaalde resources te komen. Hoe zit het dan met de progressie? Want dat vraag ik me even af. Want stel nou, je wil even stoppen, weet je wel. Zijn er save points of ga je er gewoon uit? En waar kom je dan weer terug? Je kan saven bij... je kan dus als je een tent bouwt of een tarp. Dat is het meest basic. Is gewoon een zeil met een stok eronder. Mm-hmm. En dan kan je daaronder liggen en dan kan je hem opslaan. Elke slaapplek is een save point. Okay, dus die kan je zelf bouwen. Ja, dus. Maar het is niet zo als je terugkomt dat die weg is. Je komt daar ook weer op dat punt terug. Mm-hmm. Ja, okay, cool. Wat wel kan gebeuren, ik weet niet of dat komt omdat het early access is, maar soms je resources die bij je plek liggen, als jij allemaal boomstammen om je token laat liggen, kunnen die wel weg zijn als je terugkomt. Dit is trouwens die 3D-printer waar ik het over had, die jij nog niet had gevonden. Maar dat is het grappige. Als jij natuurlijk, die game die legt je zo weinig uit. Mm-hmm. Je vindt in het begin vind je een zakje als je hem oppakt. Dat is wel de bedoeling, want dan zit een bijl in, een GPS-locator, en dat is eigenlijk je minimap. Je hebt een minimap, maar je hebt eigenlijk meer een soort van een GPS-locator met een scherm. En daarop staan punten. Ja. Hier kan je heen. Want hier is waarschijnlijk iets te doen. En dat is het enige. Een van de twee dingen die de game je geeft. Nummertje twee is dus dat boek waar jij het over had. Die gewoon recipes laat zien van de dingen die je kan craften. Ja. En dat zijn eigenlijk de enige twee dingen die worden uitgelegd. Voor de rest is het soort van, zoek het zelf maar uit. Dus ga maar een kant op. Dus en daar moet je van houden, hè? Ja, zeker. Kijk, dat is een bepaald type gameplay. Dat moet je liggen, zeg maar. Ik ben daar zelf wel een groot liefhebber van. Eigenlijk van dat je aan een game begint en niet weet wat je allemaal gaat tegenkomen. De verbazing is des te groter als je de dingen tegenkomt die je gaat tegenkomen. Ja. Omdat je het niet... En dat had ik bij Grounded bijvoorbeeld ook. Dat je af en toe ineens nieuwe gebieden binnenkomt. Dat je denkt, what the fuck, dit... Terwijl als er overal pijltjes staan, ga eerst hierheen, ga dan daarheen, doe dan dat. Okay. Ja. Dus, maar is het niet dan... wat ik al zeg, van ik zie... Er zit actie in. Af en toe heb je dus een battle met een kannibaal of dat soort dingen. Maar er zitten ook hele triviale dingen aan. Dingetjes maken om te overleven, weet je wel. Het is een survival game, ja. Vind je dat... Voor mij voelt dat dan op een gegeven moment als heel erg triviaal. Van, ik heb helemaal geen zin om, bij wijze van spreken, ik moet nu weer gaan slapen, omdat anders gaat mijn cirkeltje niet rond en heb ik een probleem. Denk van, ik zit niet te gamen omdat ik moet gaan slapen. Ik bedoel, vinden jullie het niet triviaal of voelt dat juist realistisch? Ik snap wat je zegt en... Het is, vind ik ook inderdaad wel lastig om te zeggen. Ik snap dat ze de mechanic erin hebben gedaan en het draait er wel om. Maar het is, zeker als je op normal speelt, is het niet doorslaggevend of je... Ja, kijk, je hebt nu, dat zie je nu ook, nu is alles redelijk vol. Dus zijn health en rechts, die stamina balk, die zijn nu heel vol. Als jij gewoon niet vreet en slaapt, dan word je net als in het echt, dan word je een soort van zombie. Mm-hmm. Ja. Je wordt gewoon... Je zegt van, is het triviaal? Nee, in principe is het leuk. Dat is het punt van een survival game. Is inderdaad gewoon je warmte, je voedsel en je drinken op toe, weet ik wel, spek houden. Mm-hmm. Maar ik vind het nog, omdat het early access is, vind ik het nog niet helemaal goed uitgewerkt. Je kan bijvoorbeeld, als alles leeg is, dus je hebt superveel slaap, je hebt superveel honger en superveel dorst. Ik heb hem op een gegeven moment gewoon een half uur aan laten staan en hij blijft gewoon. Je gaat niet dood, je krijgt niet in een andere survival game, krijg je rare blurry vision of je gaat anders zien. Nou ja, ik zat te denken, want kijk, wij hebben natuurlijk wel op normal gespeeld en ik denk wel dat, dat ik de game ook nog wel even op de moeilijkste permadeath difficulty wil doen. Want dat uiteindelijk, ik denk als je met een groep vrienden het gaat spelen en je zorgt er wel voor dat die consequentie er is, dat je ook veel spaarzamer omgaat. En dat is natuurlijk de...
ja, we hebben nu de luxe gehad, omdat we ook gewoon... Ja, we wilden natuurlijk ook het verhaal ontdekken en verkomen in de game. Dan kan je het voor een review niet hebben dat je halverwege in één keer verhongert of zo. Omdat je even naar het toilet ging, weet je. En, is natuurlijk ook een risico. Hè? De game kost overigens €30 op Steam. Dat als je het zo lastig maakt, als je even niet op je eten let of zo, weet je wel. Dat je dan dood bent. Dat is dus te veel gamers dat tegenstaat. Dat zou kunnen, maar... Ja, dit is inderdaad, een survival game is niet voor iedereen, maar dat is juist waarom veel gamers dit spelen. Die spanning, dat je even een verkeerde denkfout maakt of iets vergeet. Of inderdaad net even te veel ballen ergens hebt en het verkeerd gaat. Ja. Dat is juist het toffe daaraan. Dat vind ik een goede vraag. Van waarom 2 miljoen stuks waren er binnen 2 dagen volgens mij verkocht. Insane succes. Honderdduizenden mensen zaten dit te kijken op Twitch. Mm-hmm. Wat maakt dit dan zo'n big thing? Weet je wel? Ik bedoel, laten we eens een paar dingen. Ziet het er buitengewoon wreed uit? Niet buitengewoon, nee, maar als je... wel mooi. Mooier dan... Kijk, ik denk dat jouw vraag natuurlijk heeft ook te maken met het succes van The Forest. Die game is gewoon heel populair geweest onder streamers. En van andere survival games ook überhaupt. Er zijn wel mooie voorbeelden. Maar ik denk dat dit wel, als je een goede PC hebt. En dus de specs op max kan zetten, de settings. Dan heb je echt wel een mooie game. Die denk ik mooier is dan menig survival game. Okay. Dus dat is punt 1 al, denk ik. En uitdaging? Is die hoog? Is ja. Ja, daar heb ik dus nu nog moeite mee. Ja, nou ja, als je hem op normal zet, dan vind ik hem nog niet goed gebalanceerd. En inderdaad, wat jij nu zegt, dat is letterlijk nu pas dat ik denk van, oh ja, ik had hem ook even op hardcore moeten spelen, want ik heb hem zowel solo als samen gedaan. Maar ik had hem inderdaad ook even op hardcore, dat waarschijnlijk het wel uitmaakt dat je een uur lang al honger hebt en dit en dat. Ja, het is nu ook zo, je wordt nu minder, kijk, hier zitten we samen in een gamepie. Ja. Je wordt minder sterk, je kan minder lang of ver sprinten, dat soort dingen. Je bent sneller dood. Maar uiteindelijk, weet je, met wegrennen of met van alles en nog wat. Het voelt alsof er niet heel veel consequentie aan zit. Mm-hmm. En dat vind ik gewoon er nog niet goed gebalanceerd aan. Ik was in het begin van de game, was ik de hele tijd moe. Dat ik denk van, hoezo moet ik 3 keer per dag slapen? ja, is maar goed, echt hoor. Ja, is s'avonds 8 uur slapen en dan 's middags een dutje, een uurtje. Oh. Dat is wel echt... Daarom, best is heerlijk. Ja. Ik doe dat. Dutjes kan ik trouwens niet, maar ik slaap meer dan voldoende. En daarom ben ik nog sane. Maar, en dat is hierin ook. Maar over dat op een gegeven moment... dat zijn die icoontjes maar. Dus je hebt de hele tijd van, oh fuck, hij is alweer moe. Ja. Na 2 uur in game ben je alweer moe. Hoe kan dat nou? Kijk, dat wilde ik nou ook zeggen. Want kijk, in het echt zou je direct... Kijk, als je die game begint, je komt op een... ik begin op het strand. Je hebt 3, volgens mij, plekken waar je kan beginnen. Ja. Wat bij mij een beetje mist... Kijk, je kan natuurlijk niet met een van de apparaten aan je lichaam zitten die de sensaties overbrengt van honger en dorst. Nee. Maar... Kijk, in het begin van de game, er wordt je niks gezegd. Dus ook niet van, oh, bouw een shelter, want het wordt straks donker. Je gaat gewoon rondrennen. En ik had gewoon zoiets van, ja, wat fuck moet ik doen? En op de duur heb ik maar besloten om een basis te bouwen. Maar dat was al na de 3e nacht of zo dat ik rondrennen. Want ik had helemaal geen idee dat die systemen iets betekenen. En ik moet wel weer erbij zeggen dat ik het op normal heb gespeeld. Dat is wel echt een ding. Ik denk wel dat ik het echt zo snel mogelijk ook even wil testen op hardcore natuurlijk. Mm-hmm. Maar dat maakt het gewoon lastig. Okay, je voelt niet soort van de urge van ik moet nu slapen. Zeg maar. Kijk, ik vind wel, als het een survival game is en je het echte survival, dus het voelen van oh my god, weet je wel, ik ga dood of ik droog uit. Als dat alleen in 1 van de 3 modes voelbaar is, dan vind ik dat niet goed. Nee, dat heb ik dus ook. Wat ze hadden kunnen doen, okay. Gewoon voor het narratief van de game hadden ze kunnen zeggen dat ze helemaal in het begin, dat er gewoon 1 dialoogzinnetje dat de main character gewoon zegt van, ik moet echt fucking snel slapen, want ik ben helemaal naar de kloten of zo, en straks komen er beesten of zo. Ik zeg maar wat. Gewoon iets zodat je weet van, dit is een... Dat je gewoon die urge voelt van ik moet nu iets bouwen. Want bij mij was dat gewoon... Ja, maar ik had het in het begin, had ik de hele tijd van god... Toen was het irritant. Jezus, moet ik weer slapen? En op een gegeven moment ben ik gewoon door gaan lopen. En zaten daar weinig consequenties aan. Ja, ja, ja. En ben ik gewoon gaan slapen wanneer ik dacht van oké, het is nu nacht. En ik zie geen flikker, dus dan ga ik wel slapen. Dat was het vooral. Ja. Ja. S'nachts is het gewoon irritant, is gewoon donker. Dus dacht, nou. Is het eiland ruim? Heb je echt het gevoel dat je door de wildernis gaat? Of is het gewoon triple? Oh fuck, ik ben weer op het strand. Nee, het is wel groot. Het is 4 keer zo groot als de map van The Forest 1. Of ja, The Forest. Dus dat is best wel ruim. Het is groot en er is niet veel. Dus dat is wel het grappige. Zeg maar, je moet naar... want ja, er zijn, ik denk, nou, ik weet ik veel, misschien 20
of 25 plekken op de map die, je verder brengen in de game. Niet per se in het verhaal, niet alles is verhalend. Dat zijn sommige dingen ook gewoon bepaalde tools die je nodig hebt om een andere cave of dus dungeon in te gaan. Er zijn zoiets, ik denk 25 of misschien 30 locaties en... Van de een naar de andere, ja, dat kan best lang duren. Dat, en ook dus dat je, dat, en dat vind ik dan wel weer grappig. Dus op een gegeven moment kwam ik wel in die flow. Dat ik dacht van, oké, ik ben dan wel moe, zegt mijn metertje. Maar er gebeurt niet zoveel, dus laat ik maar gewoon doorlopen. Maar dat ik dacht van, oké, ik ben dan wel moe, maar ik loop even door. Dus nu 's nachts. Dus dan was het, weet ik wel, 2 nachten lopen. Ja. Of zo, voordat je bij een andere cave bent en dan hopen dat je daar het goede vindt. Ja, maar het is wel een goede vraag wat jij zegt van die noodzaak om te eten. En ik had dat namelijk bij Grounded ook heel erg. Dat het eigenlijk, vind ik het vooral hinderlijk, omdat het voegt niet zozeer iets toe als je het doet. Het haalt iets weg als je het niet doet. Dat. Bij Grounded ook. Op de duur dan was het, oh fuck, ik heb blijkbaar weer honger. Maar er is, weet je, dat is meer van je moet constant je basisgeluk in die game op 100 houden, anders zakt het de hele tijd. En dat, daar moet je van houden. Maar dat is het inderdaad. En ik heb best veel survival games gespeeld throughout the years. En dat concept was... nieuw toen ik het, weet ik veel, 10 jaar geleden. Dus rond, ik heb het zal de Forest zal niet de eerste survival game zijn die ik heb gespeeld. Dus nummer 1. Dat ken ik nu wel. Dus het, ik vond het gewoon, ze hebben daar is het nog niet. Nee. Nul. Het is de manier van gameplay loop die in zo'n game zit als dit, is voor een survival game niet vernieuwend. Maar ik denk wel voor heel veel, als je zegt dat die game al 2 miljoen keer verkocht is, dat er heel veel mensen in aanraking gekomen zijn met dat ding. En dat als jij Call of Duty of wat dan ook gewend bent, waarin je altijd maar wordt verteld wat je moet doen, ja, dan is dit wel vernieuwend. Maar qua survival game is het niet vernieuwend. Het is alleen, de basis ervan is gewoon goed gedaan. Alleen, het is echt early access nog, want ze zijn er qua balans nog lang niet. Nee, wat ik bijvoorbeeld wat ik wel goed vind aan de game, waar het intuïtief aanvoelt, is het gebruik van de inventory. Weet je, je legt je shit neer en dan ga je dingen combinen. Dat voelt als een nieuwe stap voor survival games. Dat je niet in een of ander Windows 95 menu klik en combine doet, maar dat je dat echt heel erg visueel ziet. Ja. Dat vond ik echt een iets heel tofs. Nou, het feit dat je een AI companion mee hebt die je gewoon een beetje het domme werk kan laten. Je kan het zelf, je kan alles zelf bouwen. Maar je kan ook zeggen, hier heb je een schematic voor hier mag me ons boomhut. Ga maar maken. Ja. En dan gaat er een groot gedeelte van gaat die maken. Terwijl jij dan dus gewoon een cave in kan gaan of iets anders kan gaan doen. Waar ik dus dat wel voelde wel rijk. Bij moet vermelden dat die goon die boomhut maakte, bij mij zeg maar de boom waar de boomhut in zat begon om te hakken. En toen was Maar aan de andere kant... De AI is niet goed. Kelvin ziet er ook niet uit als een heel helder lichtje. Dus ik had het misschien ook gewoon anders moeten formuleren. Je had het beter moeten uitleggen op papiertje. Ja. Er komt toch ook nog een vrouw met drie armen of zo? Drie benen, drie armen. Ja, nog geen idee. Wat ik heb wel dus laatst in een cave een 3D-printer gezien. Die heb ik een rode masker. Ik lag gisteravond een beetje slaapdronken in slaap te vallen. En toen had ik zoiets van, oh, fuck, dat masker. Dat moet ik opzetten bij de mevrouw met de 3 benen. Ja. En misschien doet het wel helemaal niks. Hè? En dat is het leuke. Alles is een beetje een zoektocht. Er zijn recipes die ook geserveerd worden. Maar je kan ook gewoon gaan kutten met componenten samen. Ja. Ik zit me nu ook te bedenken. Wanneer je dus nu iets op het ding legt. Dan grade die alle andere objecten die waarmee je dan niks kan uit. Ja. En ik denk dus dat ook op hardcore dat er niet in zit. Ja. Dus je hebt nu gelijk. En ik voel me ook een beetje dommig. En ook naar jullie, sorry daarvoor dat ik dat niet heb gedaan. We hadden hem ook zeker een stuk op hardcore moeten spelen. Ja. Om te kijken wat daar dan de consequenties en wat daar dan de moeilijkheidsgraad is. Maar wat jij net zei, daar ben ik het mee eens. Als je 2 van de 3 moeilijkheidsgraden... het voelt alsof het niet klopt, is dat niet goed gedaan. Dus dat is sowieso het geval. Het is niet goed gebalanceerd. Ik vraag me überhaupt af van waarom heeft deze game een moeilijkheidsgraad? Eigenlijk zou het ook mooi zijn als het gewoon een soort one-size-fits-all ervaring is. Van nu krijg je namelijk het risico dat wij dus als reviewers die dus ook deze game... We willen ook progressie boeken in de game, zodat we je meer kunnen vertellen dan alleen maar... ik werd de hele tijd doodgestoken door een kannibaal in de intro. Dat, dan loop je dus het risico dat je de... als ik het vergelijk met Dark Souls, daar hoort ook geen easy mode in. De charme van sommige games is juist dat het niet easy is. En dan kom je maar gewoon zo ver als je skill dat toelaat. En ik zit te denken of dat... ik weet dat niet meer, want het is echt zo lang geleden. Of er moeilijkheidsgraden in de Forest zaten. En niet in mijn ervaring niet. En was het gewoon een soort van inderdaad... precies de eerste 3 dagen die ik letterlijk dus...
IRL met die game doorbracht, was het de hele tijd paniek, omdat het weer donker werd en ik werd weer inderdaad, weet je, werd ik helemaal flauw van het feit dat, dat ik niet gegeten had en er stond een kannibaal ineens voor mijn neus en die stond mijn fucking blokhut waar ik de hele dag aan had gebouwd en al mijn energie in had gestoken, zowel in als out game, stond die af te breken. Dat voelde gewoon, kijk, daar gaat hij. Hij gaat niet helemaal goed, nee, deze jongen. Hij heeft een pijn in zijn oren. Kelvin zou eigenlijk ook bij deze review moeten zitten, maar hij kon helaas niet uitgeschermd. Nee, op een gegeven moment snap out of it, man. Ja. Maar op een gegeven moment was ik gewoon echt. Dat voelde echt veel meer als een ontdekkingstocht. Ja. En dat was het nu niet. Misschien omdat ik dus die game ken en wat dan ook. Maar ik denk dat het gewoon. Ja, het voelde echt een stuk makkelijker. Ja. Ja, en een aantal dingen waar ik trouwens nog even. Wat ik aan de game nog echt hoop dat ze gaan veranderen. Sommige dingen zijn heel vet gedaan. Wat ik zei, voelt intuïtief. Zoals de inventory. Het hout hakken is heel ziek. Je ziet echt zeg maar dat je in de boom aan het hakken bent. En dan valt die om. Heel vet gedaan. Maar dan bijvoorbeeld, op het duur wordt het winter. En dan moet je twijgjes vinden op de stokken die liggen op de grond. En er zit sneeuw. Dus ja, dan ga je intuïtief denken. Ik ga een vuurtje maken, dan smelt de sneeuw. Gebeurt niet. Nee, ijs. Sterker nog, je ziet de takken niet meer onder de sneeuw liggen. Ja. Waar je dus normaal gewoon. En stel, je kan het ook dus kappen. Je kan bomen kappen. En dan vallen daar takken vanaf. En die verdwijnen onder de sneeuw. En dan kan je ze niet meer zien. Dus dan weet je niet waar je ze moet oppikken. Ja. En ik kan me voorstellen dat ook aan de ene kant van... ja, er is sneeuw, dus het is nu moeilijker. Meren zijn bevroren, dus daar kan je niet meer drinken. Dus zoek maar een andere manier om water te vergaren. Dan moet ik wel zeggen dat ik nog niet de schep heb unlocked. En dat heb ik dus niet kunnen testen. Maar bijvoorbeeld het ijs. Weet je, je moet water drinken. Ja, het ijs. Ik heb op de duur C4, granaten, vuur. Ja. Ik heb echt het hele arsenaal op los gelaten. Het ijs doet niks. En als je ook op het ijs slaapt met de bijl, hoor je de sound effect van water. Kijk, het is een early access game. Ja. Dus daar moet je ook, zo moet je er ook mee omgaan. Ja. Nou, daarover. Het is early access. Dus er zitten ook genoeg bugs in. Mm-hmm. Ja. Ik heb heel veel dat er minuutjes niet oppoppen wanneer ik op de juiste. Of wanneer ik op de knop druk die het zou moeten zijn. Ja. Dus de inventory. Dan op een gegeven moment ik op de hele tijd op I druk en er gebeurt gewoon niks. Water drinken net zo. Je prompt om water te drinken, die komt niet altijd. En ik kan me voorstellen, als je bijna dood bent en je moet echt nu water hebben. En nou, dat game, is dus niet zo. Misschien in hardcore, maar het is dus niet in het echte. Want ik heb letterlijk een keer om te tryen, heb ik gewoon mijn character gewoon blop laten staan. Hij was moe, hongerig en dorstig. Ik heb hem een half uur gewoon kijken of hij doodgaat. Ik heb hem gewoon open laten staan en toen ben ik, weet ik wel, tegen gaan zetten of wat dan ook. Ik denk dat te maken heeft met normal dan hoor. Ja. Dat denk ik wel. Maar ja, dat zijn we de kijkers dan nog verschuldigd. Maar het normal mystery is het. Nee, maar dan had bijvoorbeeld die game even moeten zeggen van hey, als je de Forest gewend bent, speel dan hardcore. Want dat is hoe het normaal was. En als je normal gaat spelen, dan doen je honger, je thirst en je slaapmetertje er bijna niet toe. Ja, dit is vet, moet ik zeggen. Ja, dat is heel cool. Dit vind ik echt heel cool gemaakt. En ook even waard om te vermelden wel voor de kijkers is dat ik de gameplay heb gecaptured op een laptop met een RTX 2070. Dus dit is niet representatief voor de max settings. Nee, daarom denk ik dat onze dingen er bijna hetzelfde uitzien. Dus ik heb precies dat ook op die manier gecaptured. Dus laat je niet afschrikken door wat pop-in en zo. Want het komt omdat ik heb liever framerates dan, hoe zeg je dat... details. Ja, dus er zitten heel veel dus dingen in die je kan bouwen. En die zijn echt best wel tof. Ik vind het hier en daar ook nog niet helemaal lekker werken. Soms moet je naar een bepaald hoekje lopen om dan een bepaalde... stel je bent op de linkerhoek. Als je daar iets bouwt, dan wordt het object A. En als je het op de rechterhoek doet, dan wordt het net een ander object. Ja. Wat dan ook. Dus dat vond ik nog niet helemaal lekker lopen ook. Nee. En wat de combat betreft natuurlijk, want dat is ook wel een element. Je hebt natuurlijk ook de kannibalen die moet je ook van je af zien te werpen en slaan en schieten. Dat is ook wel interessant. De combat is ook best wel, het is een heel rigide systeem. Je hebt gewoon, je hebt natuurlijk je stamina, dus je kan 5 keer steken bijvoorbeeld en dan is je stamina op. Dus daar moet je slim mee omgaan. Maar ik moet wel zeggen, ik vond het ook wel makkelijk om het te exploiteren door bijvoorbeeld gewoon bovenop een steen te gaan staan. En de AI, die overigens best wel interessant is. Bijvoorbeeld, niet altijd zullen enemies jou gaan achter. Soms denken ze van, ik ga maar niet vechten, want ik ben... Voelt wat random, maar het is wel cool dat het niet altijd maar gewoon gelijk attack is. Ja, maar ik had op het duur wel een beetje een soort van punt dat ik gewoon... Had ik een hoge rots gevonden, daar ging dan gewoon op en dan kwamen ze achter me aan. En dan stak je ze in het hoofd en dan konden ze mij niet raken. Dus ja, maar dat kan bijna in elke game wel. Ja, en ik ben ook wel de cheese master. Ik ook. Ik zoek altijd de plekjes op waar ik kan winnen. Ja, ik wil niet dood, weet je. Dus maar, dan doe je dat soort dingen. Het is wel frustrerend, want je hebt bijvoorbeeld een pijl en boog. En pijlen craften is best wel een gehannes.
En die pijlen, je hebt ook geen crosshair. Ja, je moet wel... schiet ze ook wel meteen weg. Het is ook weer een charme. Ja, dat is wel echt het idee van die survival stuff. En dat vind ik juist er heel cool aan. Als je misschiet met je zuur geverdiende of eigenlijk gevonden kogel, dan is dat heel naar. En sterker nog... Ja. Ja, je vindt zo weinig bullets dat je bent de hele tijd gewoon met je houten pijl en boog die je wel, weet je, waar je zelf kan craften, ben je bezig. Ja. Dus het, ja, uiteindelijk dat is ook weer een beetje het ding. Ik had hetzelfde met het bouwen van dingen. Datzelfde dus voor die kogels. Op een gegeven moment heb je zoiets van, oh ja, maar dit werkt prima. Net zoals dat jij de hele tijd gewoon met die speer rondloopt. Ja. Dit werkt prima, dus laat ik het hier ook maar bij houden. Fuck die shotgun die ik zou kunnen vinden. Want daar heb ik toch maar 5 kogels voor. En ja, wanneer ga je die besteden? Bij een eindbaas, maar bij een wat groter wezen? Of wanneer er 4 zijn? Of wanneer je vindt er nooit meer is. Kogels dan 5. Oh, jawel, jawel, jawel. Ja, okay, maar als in, maar dus je stel, je hebt altijd maar ongeveer 5 of 6 of misschien een keer 20 mee. En dat betekent bewijzen van 20 vijanden. Nou ja, dat lukt ook wel met dat stokkie. Het is meer de MacGyver. Is nog niet goed. En ik moet zeggen, nee, dat hele MacGyver in de game is wel heel grappig. Ik had op het duur was ik bij zo'n kannibalenkamp. En ja, ik was met mijn neefje aan het spelen. En hij was ook redelijk aan het inhakken. We hadden op het duur denk ik een stuk of 6 kannibaaltjes hadden we neer. Die hebben we allemaal op een bult geflikkerd. Nou, toen hebben we er een fikje bij gestoken. En dat was een lekkere barbecue. Ja. Maar op het duur zijn ze helemaal verkoold. En dan liggen er allemaal botten. En die botten kan je weer gebruiken om te craften. Dus ja. Het is hartstikke luguber. Maar ik begin nu ook wel een klein beetje te begrijpen wat nu de charme is. Ook met name voor streamers. Is dat dit natuurlijk bij een normale game weet je eigenlijk wel wat je gaat verwachten. En dit is meer van... Oké, jongens, gaan jullie mee samen met mij op avontuur? Ja, heel erg. In hoeverre is het verrassend? Want ik weet van Jelle, jij houdt ervan om gewoon eigenlijk gewoon een bos in te gaan. En we gaan zien wat we tegenkomen. Ja. Heb jij het gevoel dat, afgezien van die 25, 30 punten waar je iets moet doen, is er verrassing in dit bos? Heb je het idee van, ik kom dingen tegen. Ik kan rustig uren dwalen en toffe dingen doen. Nee, maar dat is het niet. Het is, je moet echt op zoek naar bepaalde items en bepaalde plekken die je verder brengen naar. En ja, er staan er een aantal wel gemarkt op je map. Ja. Maar om daar te komen, dan kom je echt wel wat dingen tegen die niet op de map gemarkeerd staan. Maar het voelt niet als een soort van improvisatie dingen. Nee, weet je, zoals in een Skyrim waar je inderdaad soort van het ene aan het doen bent. En ineens komt er iemand anders tegen je aan lullen. En ga je ineens heel wat anders doen. Nee, het is wel... Het bos is niet rijkelijk gevuld. Dat zou de ideale survival game zijn. Namelijk gewoon een eiland waarvan procedural... shit is happening, ga maar exploreren. En wat jij doet is gewoon totaal iets anders dan wat Jasper doet. Dat heb je hier niet. En ik denk dat het is net zoveel een verhaal in de game als het een survival game is. En die elementen die houden elkaar in stand. Dat je het survivalen leunt ook tegen het verhaal. Want als er geen verhaal was, dan was ik er na een avondje wel klaar mee. Precies. Want om dan gewoon in zo'n bos een huis te bouwen, ja, dan kan ik... Ja, nou, dat. Dan ga ik liever Grounded spelen bijvoorbeeld. Maar toen het verhaal is wel heel tof, zeg maar. Ja. Er zit wel een constant soort van, what the fuck is hier aan de hand? Ja, waardoor dat je is verder heel cool. Wil. Ja, nee, dat heeft heel erg van The Forest ook. Maar wat je zei, dat verder gaan, dat zelfs zou geen verhaal zijn, dan is survival eigenlijk niet leuk meer. Al zijn er genoeg survival games die dat wel doen, hoor. Zonder verhaal gewoon, ga maar, weet je, progressen en op een gegeven moment de lijpste fucking kastelen maken. Dat is bij heel veel games de ook. De developer kan natuurlijk constant nieuwe content op dat eiland neerzetten. Huppakee, een hele vette grizzly bear. Ben jij een beer tegengekomen? Nee. Ik ook niet. Dat vond ik wel jammer, want ik had wel een beer voor mij. Deze dame. Wel, ja, die dame met die 3 benen. Ja. Ja. Nee, wat ik zeg, ik heb nu bedacht wat ik ermee wil, wat ik er denk mee te moeten doen. En dat is met dat fucking maskertje. Maar wat wou ik zeggen? Oh ja, wat ik dus een paar van die plekken op de map, dat zijn soort van dus underground bases. Mm-hmm. En daar heb je, nou ja, toffe dingen die je kan vinden of tools die je kan gebruiken. Maar er staat ook vaak een bed. Ja. Waar je dus kan saven en kan rusten. En daar kunnen geen... volgens mij kunnen daar geen kannibalen komen. Mm-hmm. En daarom voelt het dus als een... Waarom zou ik nog een basis gaan bouwen in de natuur... als er gewoon een paar zijn die ik gewoon naar binnen kan. En het is safe daar. Mm-hmm. Dat voelde voor mij gewoon... Dus de base building was ook gewoon... Die mechanic was minder nodig voor mij of zo. Ja. Omdat ik zoiets had van... Dat zeg je wel goed. Want dat is natuurlijk ook... Dat is het frustrerende wat ik vaak bij dit spel heb meegemaakt. Ik heb dus op meerdere plekken... Kijk, hier moet ik even op zoek naar water, maar het lukt even niet. Hier kan het. Heel specifiek. Doe het. Nee, het lukt niet. Oké, kan het wel? Nee. Waar is mijn water? Oh, hier is mijn water.
Ja, doet hij het? Ja. Nee, ik zou eigenlijk het liefst willen dat ik een base kon bouwen op wielen, een soort koets of zo, weet je. Want ik heb dan heel vaak, dan heb ik net een base gebouwd en dan moet je voor het verhaal weer ergens anders zijn. Ja, je bent eigenlijk nooit echt zo lang op één plek en zo mobiel nee. dat je daar heel lang blijft. Dus... Nee, dus heb ik altijd een tarp mee. Is het fast travel dan, of niet? Nee. Nee. Fuck. Dus als je een goede base hebt, maar je moet helemaal aan de andere kant van het eiland, ja, dan moet je er eigenlijk daar weer iets gaan bouwen. Want anders moet je heel ver lopen om weer te kunnen slapen. Ja, ja. Dat inderdaad. En soms is de nacht al voorbij of dan ben je, nou ja, weet ik veel, in dit geval dus niet in slaap geflikkerd of wat dan ook. Want we hebben niet op hardcore gespeeld. Maar ik ben wel helemaal geïntrigeerd op deze dag. Ja, daarom. Dat is ook het ding. Weet je, op een gegeven moment ga je erop naartoe en dan denk je van, wat is dit? En wat, daarom. Het is, dit, en ik heb de game zit vol met, ja? Ja, ik wilde gewoon checken of het een bug was. Ik dacht, hoezo loopt daar een chick met drie benen. Ja, dat dacht ik ook. Maar je hebt er neergeknuppeld en toen is ze dood? Ja, het was ze dood. Oké, wat lijp. En toen had ik spijt. Toen dacht ik, fuck, en toen heb je er verbrand en botjes. Nee. Dat die dignity had ik nog wel. Maar ik had de schep ook niet. Dan had ik nog wel even een nette begrafenis geregeld. Maar, okay. Is het ook alleen maar PvE of ook PvP? Je kom je andere dwalers tegen? Goeie. Volgens mij, dat heb ik volgens mij op internet langs zien komen. Of iemand zei dat in de comments. En ik hoop niet dat ik gedroomd heb. Maar als je multiplayer aanzet en je doet daar twee mensen. Je kan friends only doen. Mm-hmm. Maar je kan ook gewoon iedereen je game, tot en met dus 8 personen, in laten komen. En je hebt friendly fire, als het ware. Dus ik kan een game van iemand die gewoon openbaar heb gestaan indroppen. En beslissen om niet mee te spelen met die persoon, maar die persoon tegen te gaan spelen. Ja. Je begint wel, of in ieder geval dat is hoe ik het bij jou, toen ik bij jou indropte, begon ik ook helemaal weer clean. Dus dan begin je gewoon met je bijltje en je GPS-tracker en that's it. Dus moest je echt verder alles weer samen. Dus voordat ik een Jasper zou kunnen in de weg kunnen zitten, ja, dan moet je wel weer dingen bouwen of wat dan ook. Maar dus je kan, dus in principe is het wel ergens PvP-ish ook. Nou ja, ik zou zeggen dat op het moment dat kijk, je wil niet dat er honderden crews rondlopen die alleen maar jou aan het slopen zijn, maar als jij in een eiland zit en maximaal kunnen er bijvoorbeeld nog 6 of 8 andere teams bij zitten, die mogelijk ook jou... één persoon, die persoonlijk misschien jou gaan tegenwerken, dat maakt het dan weer een soort van extra spannend. Ja. Maar dat ben je dus niet echt tegengekomen. Dat zijn wij niet tegengekomen. Dat kan. No. Nee, maar dan moet je gewoon dus je server settings anders instellen. En dan kan dat gewoon. Maar ze kunnen ook beslissen om gewoon met je mee te werken. Ja, en ik heb ook heel bewust gekozen om een... Je hebt een walkie-talkie, dus je kan gewoon naast... te houden. Ja, ik had geen zin in... ik had het dus gelezen, of wat dan ook, dat mensen zeiden van, ja, fuck, weet je, ik heb hem verkeerd gestart. Ja, maar dat is het ding. Precies. Anders, als je dat uit wil, volgens mij kan je dat niet uitzetten. Je moet een nieuwe game starten, die dus helemaal vanaf nul dan begint weer, met z'n allen. Ja. Wil je zeggen, dit is alleen maar voor friends of voor 2 of 3 personen en niet openbaar en voor 8. Dus, een ander raar ding, ik was een singleplayer game begonnen. En daar was ik best ver in. En toen dacht ik van, Jasper, kom er even bij, want dan kunnen we, weet ik, van dit... Dat kon dus niet, want ik moet of een singleplayer game beginnen, of een multiplayer game. Het is niet zo dat Jasper mij kan joinen, gewoon drop in, drop out in mijn progressie, in mijn verhaal. Nee, je moet echt from scratch moet je dan met z'n tweeën beginnen. Wat ik heel vreemd principe. Het is dus niet drop in, drop out. Ja, dat vond ik misschien nog te gecompliceerd. Misschien komt dat later nog. Ik zou het niet weten. Nou ja, dat kan. Het zou sens maken van, hey jongens, ik zit een beetje vast. Weet je, dan kom ik je wel even helpen met mijn gear. Weet je wel? Ik neem een koffer mee. Nou, en dat is natuurlijk wel het ding. Kijk, ja, dat vind ik het leukst. Weet je, ik vind het gewoon cool om die hele game mee te maken. En ik ben nooit van de opzoeken van hoe moet dit of hoe moet dat. Dat wil ik zelf uitzoeken. Want anders kan ik net zo goed naar iemand gaan kijken die de game speelt. Ja. En hier en daar natuurlijk voor GameKings. Als je echt vast zit, dan kan je natuurlijk wat opzoeken. Omdat je anders niet verder komt met die review. Maar ik wil gewoon dingen zelf ontdekken. En dat is een beetje het punt. Ja. Afsluitende, is de hype real? Nee, lastig. Het stond in mijn top 3 van de meeste... Ik snap dat dit populair is, want het is een type game die je kan spelen met je vrienden. Het levert leuke content op, maar... Ja. Zijn er niet ook andere games die we dan net niet kennen die dit ook doen? Of, Er zijn heel veel. Ik weet dus niet of de co-op op deze manier en het verhaal in de samen. Dus het doet denk ik echt wel wat dingen goed. En kijk, ik snap hypes überhaupt gewoon niet. Hè? Dat er gewoon een paar streamers zijn en dat er die dit gaan doen. Omdat ze het misschien terecht leuk of interessante games vinden. Net zoals ik zei tegen jou van ik wil dit echt reviewen. Want dit is een van de 3 games waar ik het meest naar uitkijk dit jaar. Dat er dan honderden
schaapstreamers zijn die denken van, oh, dat is bekend, dus dat ga ik ook doen. Ja. Dat snap ik niet, want ik zit niet zo in elkaar en ik vind het bloedirritant. Dus, mm-hmm. Maar dat schapige, dat heeft de mensheid sowieso. Dus als 10 mensen het spelen, dan gaan het er 100 zijn. Ja, maar, en dan gaan het er 10.000 zijn. Kijk, wij zijn hier natuurlijk wel om mensen dan wel te motiveren of te behoeden om dit spel te gaan spelen. En dat, het is een leuke streamgame misschien. En dat is, daarin kan het best een hype zijn. Want ook wat bugs kunnen leuk zijn op stream. Het is niet te verhalend, dus je krijgt niet per se echt veel dingen gespoild. Nee, dus dat kan. Ook maar... dat non-lineaire gameplay, dus games waarin je echt je eigen pad kan maken, zijn gewoon per definitie al leuker om te streamen, omdat de ervaring steeds wat persoonlijker is die je ermee hebt. En... Maar ik vind het ook best wel een pandemie-game. Dat je gewoon samen met je... Maar je mag toch niet naar buiten, dan ga je samen met je maat gewoon online met je koptelefoon op, ga je een beetje struinen door dat eiland heen. Ja. En we zien wel wat er gebeurt. Bijvoorbeeld Valheim, wat natuurlijk ook gewoon een beetje dit idee is van dus exploreer de wereld maar en ga maar bouwen. Maar hier zit gewoon wat meer. Dit is wat kleiner, wat gestroomlijnder gewoon qua dat het dus gaat om het uncoveren van die mystery op dat eiland, dat verhalende. En dat is allemaal vet. Alleen, het is echt early access nog. Maar, en dat is waarom ik zeg van, Het leuke is dat het lukte mij niet echt om contact te krijgen met de developer. Alhoewel ik me opeens verzin, ik heb ze ook zo'n ready-to-eat mail hier. Dus volgens mij heb ik heel lang geleden een keer een box van hun gehad. Wie weet zat daar een adres bij. Maar goed, ik kon geen codes regelen. Dit is nu, eindelijk kunnen we nu echt vragen, heb jij dan spijt van allebei van die 30 euro die je hebt uitgegeven? Ja, nee. Kijk, het is maar 30 euro. Weet je. Drie biertjes tegenwoordig. Dus. Ja, het zijn 6 biertjes, bij wijze van letterlijk zelfs. Dus, ik zat net te denken, ik denk als die game 20 euro was geweest, dan zat ik nu met een big smile. Ja. Ik denk dat die 30 euro gaat het waard kunnen zijn, mits ze een aantal dingen gaan aanpassen. Dus ik heb mezelf en je moet de hardcore mode nog proberen. Dat dus ga ik nog wel doen. Maar wat ik ook mezelf heb voorgenomen is, ik ga hem nu niet meer spelen totdat hij gewoon 1.0 is. Want ik heb geen zin om... Ik heb ook zeg maar verhaal-wise al wel wat dingen gezien waarvan ik ook denk... ik wacht nog wel even. Laat ze nog maar even ermee klooien. En de reden dat ze de early access hebben gedaan is omdat ze dus player input wilden. Dat heb ik van Jelle gehoord. Belangrijke informatie dus. Dus ja, de mensen die echt deze game een warm hart toedragen, die kunnen dus meehelpen aan het succes, bij wijze van spreken, door gewoon input te geven op wat er nog beter aan kan. Dus en er kan nog een hoop beter. Feitelijk, als dit final was geweest, had je gezegd niet kopen. Budgetbak had ik dan gezegd. Ja, daar was het gewoon niet af genoeg voor inderdaad. Nee, maar, en ik was pas toen ik je zei van we krijgen geen codes, dus je moet hem even kopen. En ik had zoiets van ik wilde het toch graag spelen, dus let's do it. En ik heb The Forest ook in Alpha gespeeld. En toen was het ook gewoon... Toen was het nog niet letterlijk nog niet af. Je kon niet naar een ander gedeelte van het eiland. Het was gewoon echt... daar hield het op. Maar dat was heel intrigerend. En toen het af was, dat was oké. Ik heb gewoon niet genoeg research gedaan. En ik dacht dat dit gewoon de affe game was. Ja. Dus ik ben wel teleurgesteld. En niet per se in wat de early access nu is. Want het is een early access. Het is nog niet af. Mm-hmm. Maar ik had heel graag een affe game gespeeld. En niet een fucking early access wat dit betreft. Dus. Of een tientje minder betaald. En dan had ik misschien wat beter kunnen leven met het... want ik heb ook de early access van Grounded gespeeld. En ik trek toch de vergelijking weer. Ja. En dat als ik zou moeten kiezen, stel je stuurt mij naar dit onbewoonde eiland en ik krijg een laptop mee, ik mag er 2 games op of 1 game opzetten, dan kies ik nu niet voor deze game. Ik vind hem heel vermakelijk, heel vet. Alleen misschien mist het voor mij een beetje originaliteit of zo. Het voelde nog wel een beetje generiek aan ook. Ja, dat vind ik niet erg. Alleen moet het gewoon gestroomlijnd zijn en goed voelen. En nu voelde het gewoon, sommige dingen waren gewoon af, het is buggy. En dus de survival mechanisms op normal in ieder geval. En dat is misschien onze fout. En dat zullen we dan wel hard en duidelijk lezen in de comments van jullie. Maar is het gewoon nog niet gebalanceerd genoeg? Nou, en dat is precies waarom het early access is. Maar ik zou lekker zeggen van wacht inderdaad totdat de game af is. En dan krijg je waarschijnlijk een hele toffe survival game. Ja. Duidelijke taal van de beide heren. Psst.